Drie heren ontfutselen hun gasten opmerkelijke bekentenissen. Het is weer tijd voor Barend en Van Dorp. Het is vrijdag, 5 april. Dit is Barend en Van Dorp. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom rond de klok van 10:30 iedere werkdag. Frits, goede vriend, op deze stralende dag, als je uit de wind zat tenminste. Wat is jouw nieuws van de dag? Ook als je in de wind zat. Nou, ik noem een paar namen. Hella Hazen, Hans van Manen, Jan Wolkers, Sylvia Toot. Allemaal mensen die iets betekend hebben in Nederland, die iets kunnen, die leuk zijn, die kunnen nadenken. Maar nee hoor, zij zijn het weer niet geworden, want zij behoren niet tot dat eliteclubje wat elkaar allemaal baantjes bezorgt en voortdurend zorgt dat ze altijd weer in beeld zijn. Dus wie werd de nieuwe minister van Staat? Jos van Kemenade. Pim Fortuyn, goedenavond. Van de lijst Fortuyn, als we wel zijn. Wat Pim is Fortuyn? Lijst Pim Fortuyn? Ja, lijst Pim Fortuyn. Ja. Ja, rustig. Laten we kalm beginnen. Tuurlijk. Wat is het nieuws van de dag? Ik heb vandaag, dat was ook leuk, was op RTL Nieuws. Heb ik een commissie geïnstalleerd uit mijn kandidaat Kamerleden. De kwestie van het vreemdelingenbeleid onder het hoofdstuk emancipatie en integratie verder gaan uitdiepen. Het leuke van die commissie is dat drie van de leden, en dat is een vrouw die komt uit Marokko en die is geboren in Paramaribo, en een Kaapverdiaan, dus dat vonden wij heel leuk. En dat hebben we gecombineerd met een autochtone Nederlander die een tijd op de Nederlandse Antillen heeft gewerkt. Dat was mijn nieuws vandaag. Dank u wel. Henk, wat is jouw nieuws van vandaag? Je weet, Frits, ik heb ongelooflijk veel verstand van verzekeren. Je kan je voor alles verzekeren tegenwoordig. Ook als je een groot evenement, want jij wil nog wel eens groot evenement organiseren. Ja. Dan kun je je dus verzekeren. En dan, als er dan iets ergs gebeurt, dan krijg je, ja, als je daar schade van leidt, krijg je dat van de verzekering uitbetaald. Nou, het is op het ogenblik wel wat anders aan het worden. Want het Algemeen Dagblad meldt, Beatrix, de koningin, heeft vandaag de Floriade geopend. En ze is verzekerd. En dat geldt voor alle leden van het Koninklijk Huis, die zijn verzekerd. Maar jij, als je een groot evenement organiseert, niet meer. Want ik citeer nu. In de nieuwe polisvoorwaarden van Interpolis staat dat ze een uitzondering maken voor de ziekte van prins Klaus. Sinds zijn ziekenhuisopname valt hij niet meer binnen de dekking. Een financiële strop door het overlijden van de prins is een onverzekerbaar risico. Mogelijk. Ja, belachelijk. Belachelijk. Frits Wester, verzekerd en wel. Wat is jouw nieuws? Je bent parlementair redacteur van het RTL Nieuws. Wat is jouw nieuws van vandaag? De heer Fortuyn die klaagt wel eens over de media, dat de media een beetje tegen hem zou zijn. Maar ik kreeg vandaag een brief toegespeeld en daar staat het volgende in. Dan moet ik een paar stukjes citeren. Dan zal ik je daarna vertellen van wie die is. Nou, lees ik van alle interviews en zijn boek De Puinhoop van Achia Paars, kan wel worden vastgesteld wat hij niet is. Fortuyn is niet xenofoob, hij is beslist geen Vlaams blokker van de snit van Philip de Winter. Hij vertoont ook geen overeenkomsten met Jörg Haider. Hij is geen fascist of racist. Even verder, in deze zin is Fortuyn de echte opvolger van Bolkestein, die ook wel beschouwd kan worden als de geestelijk vader van de nieuwe strengere vreemdelingenwet. Hoe dan ook, het Fortuynisme zorgt, mooi woord, Fortuynisme zorgt voor hernieuwde belangstelling voor de politiek en niet alleen voor de showaspecten, maar ook voor de inhoud van beleid. Het werk van Fortuyn is in dat opzicht zeer verdienstelijk. En de brief sluit af. Het is duidelijk dat wij op een later tijdstip in de verschillende gremia van de krant verder zullen discussiëren over de vraag of Fortuyn na de Tweede Kamerverkiezingen in de regering moet worden opgenomen. Was getekend Oscar Garsgragen, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, in een instructie aan al zijn redacteuren. Ja. Zo mooi. Gaat het dus ook bij sommige media. Ja. Hoe kom je aan die brief? Ja, die lag zomaar op de fax. Jan Mulder. Ja. Nou, het was een fantastische dag, Frits. Ik heb in en uit de wind gezet. Ik heb bloemen gekocht en ik heb de krant gelezen. Er stond een stukje op de economische pagina over narcissenkwekers. Namelijk de broers Jaap, Willem, Theodor, Lenen en Jaapzoon Jaco. Die zijn verkozen tot agrarisch ondernemer 2002. En dat, met die narcissen, dat schijnt helemaal een andere kant op te gaan dan ik ooit gedacht heb. Dat gaat bijvoorbeeld dat je ze niet meer op water moet zetten, maar op kassis. Dat staat, ja, dat is een schitterend gezicht. En dat Kassis, ja. Dat leuke rode drankje. Ja, dat is mooi. Ja.
En het laatste nieuwtje is dat je ze met een stengel naar boven in de vaas zet. Ja? Ja. En nu je nieuws? Ja, nou, dat we oud worden. Oké. Okay. Ik mocht van meneer Fortuyn deze schoen al niet aan hebben. Wat is dat? Nee, ik vind ook geen gezicht. Om er nog een beetje jeugdig uit te zien. Dan vechten we voor een verloren zaak. Waarom wil je de jeugdig uit zien, Jan? Omdat hij niet dood wil gaan. Ik wil niet dood. Nee. Uit 1961. Terwijl jij eigenlijk dood zou moeten gaan om de legende te worden die je bent. Weet je, want je moet op een ochtend... Wacht even tot na de uitzending, ja? Wacht even tot na de uitzending. Je bent al keurig op weg gegaan. Je zou ergens bij Vinkeveen in een slip moeten komen. In de mist en dan... Ja, in na de uitzending, in Jan. De knop gebroken. Ja. Jij stelt hem op zijn gemak, lekker. Ja. Wat kalm, achter. Toen wij onze redactie zeiden, goh, wat leuk dat de Bintangs komen, zeiden ze never heard of. Maar wij kennen ze wel, ze komen al uit 1961. Ze zijn hier vanavond, de Bintangs. Staatssecretaris Vliegendhart wil het leger inzetten in de gezondheidszorg. Inmiddels hebben al enkele experimenten groen licht gekregen. Het leger is al... Ja? Ja? Ja. Dames en heren, we onderbreken dit bulletin voor breaking news. De toestand van prins Klaus lijkt te verslechteren. We kijken even naar de beelden. Klaus? Lieve Klaus, wat is er? Klaus, wat is er toch? Hey, Klausie-mausie. Kom jou eens even lekker opfleuren. Pim Fortuyn, de Pols. Bij ons sta je bureau BVD op 24 zetels. Nova vanavond maakt bekend dat je van... Vorige week van 23 naar 19 geleden en vandaag kom je op 16 terecht. Wat doe je fout op dit moment? Nou, de kiezer moet nog een hoop doen, hè? En 15 mei moet het in orde komen. Ik weet niet wat ik fout zou doen. Ik weet ook niet hoe ik die polls moet beoordelen. Want de vrijdagavondpol ziet er altijd heel anders uit als die van woensdag. Wordt ook door verschillende bureaus gedaan. En de richtingen waarin dan die verschuivingen zijn, die zijn ook iedere keer weer anders. Dus ik ga maar gewoon door met wie ik ben. Ik denk dat de kiezer wel steeds duidelijker wordt dat ik absoluut verandering wil. En dat als jij die verandering wil, dan moet je op mij stemmen. En als je wilt doorgaan met pappen en nat houden, nou, dan op een van de gevestigde partijen. Dat is al een tijd bekend. En dat weet de kiezer dus langzamerhand wel. Dan is het toch raar dat in de polls van 23 naar 19 naar 16 gaat. Denk je dan wel eens bezig, goh, waar zou dat aan liggen? Hoe komt dat? Daar denken we wel over na, maar we hebben gewoon geen antwoord op. Je hebt geen antwoord, helemaal geen? Helemaal niet. Dus gewoon... Zou het te maken kunnen hebben dat jullie wat problemen hebben met een aantal mensen op jullie lijst? Nou, Martin Kiefiets, nummer 7, die we hier gehad hebben, die zou zich terugtrekken. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar ik denk dat we daar goed op hebben gereageerd. Ik vond het overigens een hele moeilijke beslissing. Ja. Maar het was het probleem, die man is jurist, docent strafrecht, hoofdinspecteur van politie. Nou, dan ga je niet verwachten dat er dit soort problemen komen, maar... Ik kon geen enkel feit te pakken krijgen, want Martin Kiefiets ontkent alles. Ja. En ik ga de autoriteiten bellen en die zeggen... ja, we kunnen niks bevestigen en niks ontkennen. Het enige wat ik weet is dat een officier van justitie... klachten heeft binnengekregen, 21 november 2001. Nou, en daar is dus niks van geworden. Je weet niet of het wel of niet vervolgd gaat worden. Ik heb hem overgehaald. Ik zeg, ja, joh, we kunnen deze publiciteit nu niet meer gebruiken. Gelukkig... een andere kandidaat, een kolonel van de marechaussee... bereid gevonden om op zijn plaats te gaan staan. Maar voor mij is het wel duidelijk dat als hij ongeschonden... uit deze strijd naar voren komt... dan heb ik een morele verplichting naar deze man toe...
om wat te doen. Ik weet nog niet wat, maar ik vind het ernstig. Ja. Kan ik niet voor je koken? Nou, dat doet Wauke al voor mij. Ja. Ja. Maar kan je voor hem koken? Blijf wacht. Ach, Ad Melkert is ook heel goed in koken. En ik heb gisteravond bij Karel van der Graaf beloofd dat ik voor Wauke zal koken. Oké. Okay. Ja. Mag ik eens... Het valt me op, Pim, ja, dat je schermt nu weer met een titel. Heel... kolonel van de marechaussee. Dat is niet... Weet je, ja, dat vind je ik van ook... dokters zie je ook zo enorm nee, maar dat tegenop. Vind ik ook, nee. Zou je niet beter een keer goed met de mensen kunnen praten... Nee. En niet naar hun titel kijken? Nee, luister, dat is niet waar. Kijk, ik vind dat verwijt over goed met de mensen praten nogal goedkoop. Ik stond 11 februari op straat. Wij hebben een gigantische prestatie geleverd door in die hele korte tijd... een lijst neer te zetten die indien nu goedgekeurd te krijgen ook. Want die bureaucratie die daarbij aan te pas komt... Jan, daar zag je niet meer. Is dat zo erg? Ja, dit is vreselijk. Wat terecht. Maar bijvoorbeeld, wij hebben een paar keer die lijsten moeten vernieuwen... omdat bijvoorbeeld mijn naam, de familienaam, is met UY. Maar er is in de burgerlijke stand een keer wat misgegaan. Dus er is een ei met puntjes geworden. Wat heeft de familie gedaan? Heeft gewoon de naam altijd zo geschreven. Maar ja, op officiële documenten moet je dat wel goed doen. Ja, dus slipt... op officiële document ben je ei met puntjes? Ja. Dus dat slipt erdoor. Ja. Wat zegt zo'n ambtenaar van de betreffende controlerende instantie? Die zegt dat is niet Pim Fortuyn. Ja, dus kan de hele handel weer opnieuw. Zo hadden we moesten Martin Kiewicz van de lijst afhalen. We moesten vervangen door iemand anders. Er was iemand die door persoonlijke omstandigheden, familieomstandigheden eraf moest en vervangen moest. Dus dat is een enorme toestand geweest. Nou, dat is ons gelukt. We hebben een prachtig lijstnummer gekregen. 15 mei, lijst 15. Nou, dan weet je waar je op moet stemmen. Nou, en dat hebben we bereikt. Maar dan moet die partijorganisatie... Alles moet nog. En ik heb dus met die mensen Maar dat is geen antwoord op de vraag... waarom het scherm met titels wordt... het gebleken nee, is ook... maar dat vind ik belangrijk. Ik vind het dus heel belangrijk als het functioneel is. Een kolonel van de marechaussee, ja, en die zich met grensbewaking bezig had, dat zegt iets over de deskundigheid van die man. Als ik het heb over een longarts... Het laatste wat je van die lui gehoord hebt, dat ze iemand met een tape over de mond geritst hebben. Ja, die zijn ook dat zegt mij dat. Maar goed, even over die titels. Want ook heeft... Universiteit van Rotterdam gezegd. Je mag je titel professor eigenlijk niet meer gebruiken. Waarom? De minister van Onderwijs al die titel. Heeft het voor mij opgenomen. Daar houden we het op. Ik helemaal niet. Wat staat er op dat boek? Ik zal het je even voor je voorlezen. Ja. Professor Dr. W.S.P. Fortuyn. Ja, dit staat ergens binnenin. Nou ja, nee, ja. Ik ben hier ook Fortuyn, voor boeken en lezingen van professor Dr. En ook bovendien, ik heb daar toch mijn best voor gedaan. Ik heb een diploma. Je mag het niet meer gebruiken. Hou het toch zo op. We noemen je geen professor. We noemen je geen Fortuyn meer. Je mag me altijd nog. Ja, hij is ook een dokter. Hij is gepromoveerd. Meneer Fortuyn. En ook nog dokter. Ja, ja. Aanstaande dokter. Hallo. Aanstaande zondag is er een groot verkiezing. Aanstaande zondag is er een groot verkiezingsdebat buitenhof. Ja. Doet u aan dat grote verkiezingsdebat mee? Nee. En de reden? Nou, ik ben er niet. Daar begint het al mee. Ja, tuurlijk. Je had het kunnen zijn. Ja, het is een kwestie van prioriteitsstelling. Precies. Ik ben er dus niet. Nee. Omdat je er niet wil zijn. Nee, ik zie daar niet zoveel in, dat gekwebbel van zes heren. Ik heb het de laatste keer gedaan, moest ik op 4 schaakborden tegelijkertijd werken. En de media weten ervan te maken, die man heeft het debat verloren. Dan denk ik, dag. Nou, dat is een beetje kinderachtig. Eén kleine nederlaag dan die je geleden... Nee, dan ging het over het Paul Reuzenbel-incident. Wij gaan de debatten niet uit de weg. Ik heb een debat straks, en dat vind ik wel leuk, met een tweede debat met Dijkstra. Ik heb een tweede debat met Melkert. Ik geloof dat er één met Balkenende in de pen zit. Ik wil heel graag met premier Kok debatteren. Je hebt officieel aangevraagd? Of? Nou, dit hebben we, ja, natuurlijk. We hebben dat een aantal keren gesuggereerd. Hij geeft wel een hele hoop ambtenaren opdracht om een stuk te maken om mijn boek te weerspreken. Dat vind ik fantastisch. Het is heel goed. Want nou kan de kiezer het zien. Van, nou, heeft die Fortuyn gelijk of heeft de premier gelijk? Ja, ja. En dan denk ik, nou, ga dan ook eens met mij in debat. Want ik heb daar wel wat op aan te merken. Hij ook, tuurlijk. Nou, en dat is toch heel goed. Dat is toch de zin van de democratie. Opdat de kiezer straks kan zien van, nou, ik stem op die of ik stem op die. Goed. Maar waarom dus buitenhof, dus heer, met een debat met meer dan 3-4 mensen, doe je niet meer? Dat heb ik helemaal niet, gezegd. Wij beslissen dat van dag tot dag. Ik heb ook niet allemaal van die staf, hoor, die zij hebben. Nee, je hebt helemaal geen staf?
Nee, nou, wel geen spindokter of geen... Nee, nee, dat zou ik sowieso... Ook geen adviseur of iemand die je voor traint? Laten we het debat nu dat Frits Wester 27 april in de Soundmix finale gaat organiseren. Doe je daar aan mee? Daar hebben mensen die mijn publiciteit doen. Hij weet ook precies waar die zitten. Nou, die moet hij dan maar overtuigen dat we dat moeten doen. Maar die zijn er wel van overtuigd dat het een goed plan is. Nou, of ik mee moet doen, daar zijn ze kennelijk niet van over. Jij bent daar verder weg het beste. Ik doe wat ze zeggen, Frits. Nee, het was anders. U zei altijd, ik zeg wat ik... Ik doe wat ik zeg en... Wat was het weer? Nee. Ik zeg wat ik denk. En wat denkt u er zelf van dan? Ik denk daar op dit moment nog niks van. Jawel. Nee. Nee, maar wij zijn bezig met onze eigen strategie. Dat snap ik heel goed. En daarin past dit op het ogenblik niet. Maar dat kan best. Dat snap ik heel goed. Maar ik snap best dat u twee keer de tv-show met Ivanier wil doen. Eén keer Rotterdam en één keer op reis en zo. Dat weet jij allemaal. Ja, zult u mij nooit over horen. Maar wat ik wel wat flauw vind... In de beginfase zei u toen u nog bij Leven van Nederland zat... ik mag niet meedoen aan de debatten, ik word uitgesloten, ik wil meedoen. In uw speech nog op het congres, Jan Nagel had het toen over. Ferry Mingel had er nog over toegesproken toen, van ik moet daar toch ook bij. Nu wordt u bij al die debatten, wij waren de eerste die zeiden van... u bent bij ons ook welkom. Eerst. En u zegt ineens, ja, ik ga er niet meer bij zitten, want de Rozemuller zit erbij... Dan heb ik zoiets van, wees dan een vent en ga er gewoon bij zitten. Nee, dat heeft niks daarmee te maken. Ik moet er electoraal iets mee kunnen winnen. Daar zit ik nu voor. Ja, ik zit voor... Hey, wacht even. Eerst het beledigde jongetje van de klas spelen. Ik word genegeerd, met name de NOS zou me negeren. Ja. Ik mag niet bij de debatten meedoen en dan word je uitgenodigd. Wij hebben het helemaal niet uitgesloten. Ik doe met debatten mee. Dat is weer spreken. Ik ben gewoon bij het debat van RTL s'avonds 27 uur. Ja, dat wil jij graag horen. Dat is jouw taak om dat te proberen. Nou, ik heb gezegd, ga je gang. Uitgesloten is het niet. Okay. Ja, maar zo kan ik geen debat organiseren. Heeft ermee te maken, gaat het incident met Paul Rozemuller, wat je natuurlijk geen goed gedaan heeft in de media en in de publiciteit? Dat weet ik helemaal niet. Kijk, dat zijn van die momenten. De ene keer werkt het in je voordeel, de andere keer in het nadeel. Er gebeurde wel iets opmerkelijks. Wat dan? Je was doodstil, je gaf je microfoon terug en je gaf hem geen hand. Is dat voor kinderachtig gedrag? Nee, dat is helemaal geen kinderachtig gedrag. Ik was gewoon kwaad. En ik weet ook. Kijk, en dat is dus uitgesneden. Hè. De microfoon legde ik neer, omdat ik moest weg. Hè. Ik zat heel erg op tijd, want ik had vlak daarna, dat wisten ze ook, moest ik mijn lijst voorstellen. En daarna moest ik afscheid nemen van mijn vader. Dus dat was mijn dagje. Zo zag het eruit. Nou, en wat er gebeurde is dat ik weer in de extreemrechtse hoek word gedouwd. Daar is ook even bondskanselier Schmid voor ingrijpt, want er wordt geen wapen geschuwd. Ik verdedig me daarover, zeg wat ik daarvan vind. En die man die zegt dan tegen mij... ja, als jij in het nauw gedreven wordt, dan speel je altijd toneel. Ja. Voordat ik wat kan zeggen, zit daar zo'n zaal van 900 mensen... zijn handen blauw te klappen. Nou, ik was gewoon flabbergasted. Maar goed, je was kwaad. Is het stom achteraf wat je gedaan hebt? Oh, dat zegt elke mediaadviseur. Dus dat zegt Pim Fortuyn? Nou, ik zeg eigenlijk nee. Want ik ben ook een man die kwaad kan worden en die driftig is. En mag dat niet? Ja, dus het was een puur spontane reactie? Ja, ik vind dus wat Paul Rozemuller naar mij deed... En dan heb je applaus binnengehaald en dan nog even naar een handje hengelen. Nou, ben je gek. Ja, maar jij bent toch een gentleman? Nee, op zo'n moment, ben ik met mijn eigen emoties bezig. Dus je kon je ook voorstellen dat Ad Melkert op 6 maart geëmotioneerd was door jouw aanwezigheid? Nou, dat heb ik in de media ook wel gezegd. Dat ik me dat goed kon voorstellen. Daar heb ik niet zo moeite mee. Ik vond alleen dat zijn staf natuurlijk op weg... hij kwam helemaal uit Heerenveen. Die had natuurlijk die man moeten oppeppen... Ja, maar blijkbaar je fysieke aanwezigheid was voor hem al... Nou ja, goed, dat gebeurt al. En gebeurt dat te weinig of is dat goed dat we dat niet zoveel zien in de politiek? Nou, ik vind dat... Nee, dat vind ik slecht. Ik vind wel dat media dat ontzettend kunnen uitvergroten om dan het antwoord... Want ik geloof dat het wel 40, 50 keer is uitgezonden zonder inleiding. Ja, maar wacht even. Er is ook 40, 50 keer uitgezonden. En meneer Melkert, de volgende keer wel een beetje vrolijker. Hè? Ja, kom en dan op. Klaag je niet. Dan klaag je niet. Nee, luister. Ik zeg... Nee, het gaat niet over... Want jullie proberen het voortdurend in een soort bokswedstrijd te zien. Zie je het niet. Nee, we proberen het ontleden. Nee, wat ik probeer te zeggen is dit. Dat media wel degelijk invloed hebben. En dat als je... De ene keer pakt het positief voor je uit. En de andere keer negatief. Maar als iets 40, 50 keer wordt herhaald. Ja, dan is het wel een feit. Ook al is het geen feit. Ook al is het een geamputeerd feit. Okay.
Heb je nog wel een privéleven? Nee. En mis je dat ook niet? Ja. Nee, het is all in the cape. Maar je kiest er wel voor. Je spreekt Engels ook. Ja, at your service. Zo is dat. Ja. Nee, dat hoort erbij. Ik zit in een proces. Daar heb je wat dat betreft weinig keuze meer. Ik kan niet eens meer in mijn stad lopen. Dat vind ik heel naar. Hoezo kan je niet meer in de stad lopen? Nou, dat is niet veilig meer. Maar dat gebeurt wel meer mensen. Ja. Je vraagt het nu toch aan mij. Vind dat dus naar. Krijgt u dan ook geen bescherming van de overheid? Ik bedoel, een zittend Kamerlid dat bedreigd wordt, krijgt bescherming, krijgt beveiliging. Geldt ook voor de rabbij die in Nederland bedreigd wordt. Ja. Wilt u geen bescherming van minister De Vries? Nou, ik zou zeggen, hij heeft het allemaal kunnen zien. Hij komt het maar aanbieden. Ik ga er zeker niet om vragen. Maar als hij het zou aanbieden, zou je het dan accepteren? Ja, uiteraard wel. Jij, als jij het zou aanbieden? Nee, als de Vries minister. Nee, pardon, ik zie je al naast hem lopen. Ja, misschien. Ja, met dubbelgangen. Voor aanslagen, hè? Voor het even, ik het haasje. Ik zou kiefiets nemen. Ik zou kiefiets nemen, die is ex-marinier. Maar is het zo erg overdrijven die niet. Kijk, er zijn natuurlijk, dat maak wel journalist ook mee. Zeker toen nog sport deden, dat soms kun je op bepaalde plekken, op bepaalde momenten niet komen. Nou ja, dat is niet leuk, dat is heel vervelend. Maar we moeten het niet overdrijven. Nee, dat doen we dus ook niet. En daarom wil ik er ook niet uitvoerig over uitrijden. Okay. Maar het zit niet goed. Dat kan ik u vertellen. Zullen we het eens over vanavond ook een aantal aardse zaken hebben? Nou, rijkelijk aards. Of, ja, zoals bijvoorbeeld het conflict in het Midden-Oosten, wat er op dit moment zich afspeelt. Vind je dat de Nederlandse regering zich goed opstelt in dit conflict? Nee, vind ik niet. Ik vind dat Europa zich niet goed opstelt. En ik weet dat wat ik zeg niet erg populair is. Als ik op het ogenblik zie wat er in de media gebeurt, dan wil ik eerst voorop zeggen, Israël, dat zijn geen lievertjes. En die doen ook dingen die niet door de beugel kunnen. Maar zeker. Maar dat heb je in een oorlogssituatie. Ja. Maar goed, dus dat is wat ik meteen erbij wil zeggen. Maar het conflict wordt op het ogenblik helemaal uit zijn historische context en verloop getrokken. Want meneer Arafat heeft twee keer een vredespremier, de eerste keer meneer Peres, weggekregen bij verkiezingen met aanslagen in Jeruzalem. Toen, weet u, toen verloor hij de verkiezingen. Ja, je bedoelt te zeggen, toen Peres, die vredesonderhandelingen waren de grootste aanslagen in Jeruzalem. Ja, precies. Nou, Barak, die man, die was heel dicht bij een oplossing. Die heeft hij ook met een tweede intifada uit het zadel getild. Toen hebben ze meneer Sharon gekregen. Wel een gekozen premier. Hè? Dat moeten we in Nederland nog maar eens zien, dat we dat voor elkaar krijgen. Gesteund door de bevolking. Ja, en dit is het antwoord. En ik zie het ook niet, want die Arafat, die heeft. Die representeert dat land al lang niet meer. Die heeft een deel van de zeggenschap. Maar er is ook Hamas, er is ook Jihad, waar hij wel invloed op heeft, maar ook weer niet in de hand. Dus waar zit je mee aan tafel op een gegeven moment? Maar wat moet Nederland, Europa doen? Nou, in ieder geval zorgen dat als je wil bemiddelen, moet je goed in het midden blijven. En zij gaan gewoon, wat Europa op het ogenblik doet, dat is veel te veel de Israëlische kaart bekritiseren. En de Palestijnse kaart, daar wordt niks over gezegd. Heb je Van Aertsen vanavond gezien met twee vandaag? Nee, heb ik niet gezien, maar ik heb hem gisteren wel in de Kamer bezig gehoord. Nou, ik zie hem al een tijdje. Dan denk ik dat u moet veel meer in het midden blijven. Alleen al het feit dat premier Kok twee keer meneer Arafat ontvangen heeft en premier Sharon nog geen keer. Dat zijn hele. Ik weet wel dat het niet zo belangrijk is, die ontvangsten qua inhoud, maar qua symboliek is het heel belangrijk. Dus als je wil bemiddelen, moet je goed zorgen. Maar wat zou je dan kunnen bemiddelen tussen deze twee mensen die elkaar tot het bot haten? Nou, en er komt een tweede punt bij. Wij moeten niet vergeten, de staat Israël in 1948 is direct verbonden met de zwarte bladzijde uit onze eigen geschiedenis. En dus die staat is er gekomen met ons, omdat wij ook met een schuldcomplex zaten. Hè? Dus dat hebben we gedaan. Dus die verantwoordelijkheid dragen we mede. En daar komt nog een keer bij, en dat is mijn persoonlijke mening, dat heb ik ook zo geanalyseerd, dat ik zeg van zij hebben voor ons in het conflict tussen moderniteit en islam de kastanjes uit het vuur gehaald. Hoe bedoel je dat dan? Nou, dat is wat daar gebeurt. Kijk, het is niet alleen maar de Palestijnen. Maar er zit een hele wereld van islamitische staten achter die zich daar ook mee bemoeien. Maar dus het is een zeer brisant conflict.
En dat maakt het zo brisant, omdat die belangen zo groot zijn en die kristalliseren zich. Maar zie je dan ooit een vredesoplossing daar tussen? Ja, kijk, als we natuurlijk rationele mensen waren, was het natuurlijk simpel. Ja, dat zijn ze. Dus een klein stukje grond maken, een federale staat van, en gaan vredzaam met elkaar leven. Maar mag zo ik tot is slot het weten? Nee, maar dat is ook de oplossing niet, blijkbaar. Nee. Nou, misschien over 50, 60 jaar wel. Je mag het hopen. Laten we hopen dat het niet escaleert. Mag ik tot slot weten, veronderstel dat het escaleert en er gebeurt van alles met de Palestijnen en de Joden. Is Nederland dan voor jou ook vol? Nou, dat moet ik dan. Dat vind ik heel raar. Om daar nu iets over te zeggen. Kijk, dat is nou, zo. Nou, het is een print. Nee, dat is een juiste een vrij principiële vraag. Maar dat is een zo grote calamiteit. Want dan blijft het niet alleen beperkt tot daar. Ja, dan zal je opnieuw je positie moeten bepalen. Dus je komt dan, net als je al een paar keer gezegd hebt, vol is vol, is wel. Is voor meerdere interpretaties vatbaar? Nou, voorlopig niet. Laten we het daar maar even ophouden. En ja, als het dak naar beneden valt, ja, dan hebben we allemaal een blus. Ja, wil ik toch nog even vol is vol. Je hebt dat in de regio opvangen. Stel, Afghaanse homo's, waar moeten die dan naartoe? Naar Saoedi-Arabië? Dat is een zo. Kijk, zo kun je elke discussie. Ja, nee. Er zijn hier Iranese en Irakese homo's. Dat weet ik. En ik heb ook gezegd, en zo werkt het gelukkig ook, dat elke tot in het absurde doorgevoerde consequentie afschuwelijk is. Dus dat moet ook niet. Alleen, het gaat dus om een globale richting waarin je wil werken. En dan zeg ik, opvang in de regio, €100 hier uitgegeven, daar kun je helemaal niks mee doen. In die regio's kun je er geweldig veel mee doen. Maar stel je dan zo hard op, terwijl je toch altijd weer... Ik stel het toch helemaal niet hard op. Jawel. In principe stel je hard op, maar je geeft mogelijkheden dus. Als het echt zo is. Is dat voor je imago, of is dat laten zien? Nee, dat is helemaal niet waar, want ik spreek dat ook tegen. Tenminste 80% van de asielzoekers die hier binnenkomen, er wordt maar 10% van de aanvraag op het ogenblik goedgekeurd. Dat zijn economische gelukszoekers. Waarom noemen wij dat economisch vluchteling? Ik heb niks tegen gelukszoekers, daar gaat het niet om. Ja, dat zijn mensen. Doodarme mensen, ja, man. Dat zijn niet de doodarme mensen. Jawel, hoe weet jij dat dan? Omdat je daar geen geld hebt voor een vliegtuigticket. Het spijt me voor je. Nee, maar hoe weet jij nou dat er geen doodarme mensen zijn en ik wel, of omgekeerd? Hoe weet jij dat nou beter dan ik? En dit is een overvol land. Nee, maar dit zijn doodarme mensen die nog geen brood hebben om op te eten. Nou, vang ze op in je huis. Dan ben ik onder de indruk, Jan. Een miljoen mensen. Nee, al doe jij er maar één. Ik klaag niet over de Breedingsweg waar ik woon. Of maar miljoenen vluchtelingen of krijg ik niet in mijn living. Je bent een welvarende man. Je verdient echt waar, meer dan. Ik bouw er momenteel wel een stukje bij, maar dat lukt me niet. Hij biedt je er twee aan, Jan. Nee, maar goed, je zegt net tegen mij, dat is een goedkoop argument. Wat is dat nou voor een flauwe opmerking? Economisch vluchteling is al een scheldwoord geworden. Hoe krijg je het in je hoofd? Ik vind het dus belachelijk om het woord vluchteling op die manier invulling te geven. Noem dat dan. Als je doodgaat van de honger? Nee, die mensen gaan niet dood van de honger. Dat zeg ik. Ga kijken. Bewijs het tegenovergestelde. Ga kijken naar die asielzoekers. Nee, ga jij eens kijken dan daar. Ja, daar ben ik geweest. Ja, nou, ik ook. Ja. Goed, we gaan naar de reclame. Jan neemt de vier in zijn huis. En Pim heeft zo'n groot huis. En neemt die andere 996.000. Nou, tot na de reclame. Barbra Streisand. The Ultimate Collection. Voor het eerst het totale overzicht van haar legendarische carrière. Barbra Streisand, The Ultimate Collection. Een schitterend, tijdloos document. Daar komen ze, de grootste nachtmerrie van Tandplak. De kriskras zwaaiende borstels van de Oral-B Cross Action tandenborstel. Ze vegen en verwijderen meer tandplak. Zelfs meer tandplak dan de meest verkochte tandenborstel en batterijborstel. Vaarwel tandplak, Oral-B Cross Action. The Ultimate Collection van Barbra Streisand. Nu alleen bij V&D verkrijgbaar voor €15 en 1199 air miles. Thank you.
Vraag uw verzekeringsadviseur naar de pensioenen van Nationale Nederlanden. Ik loop met jou naar de... De 100 mooiste levensliedjes. Nu op 4 cd's. Met Koos Alberts. Een beetje aan Rob de Nijs, Vader Abraham en Heintje. De 100 mooiste levensliedjes. Met Marianne Weber, Jantje Smit. Ik zing dit lied. Alberti, de zangeres zonder naam en André Hazes. De 100 mooiste levensliedjes. 4 cd's voor een hele fijne prijs. Straks om 11:30 het RTL Nieuws. De zwaarste sport ter wereld, adventure racing. Een wedstrijd van 400 kilometer te voet, op de fiets, per kano. Nu, Hozen! Ja, goed zo! En te paard. En de finish is zondagmiddag. En deze tandarts uit China, hij denkt de ultieme manier gevonden te hebben om zijn patiënten goed te laten poetsen. Dat en meer om 11:30. Welkom terug met Frits Wester en Pim Fortuyn. En sommige mensen halen het niet uit elkaar, waarom begrijp ik ook niet. Nou, Frits Wester. Dat is een heel groot verschil. Jij bent veel aardiger. Dat bedoelde ik niet. Wat het verschil is dat jij geen das draagt. Hier niet, nee. Nieuws altijd wel. Je draagt het s'avonds om 11 uur. Ja, waarom moet je bij het nieuws wel een das dragen? Nee, ik weet niet of dat moet, maar het nieuws is toch een manier. S'avonds om 11 uur draag ik nooit een das. Nee. Maar als ik naar de overkant ga om daarna het late nieuws te doen... Je bent parlementair redacteur van het RTL Nieuws. Ik moest wel van iemand vragen hoe je die dikke knoop er altijd in krijgt. Iemand vroeg mij, dat moet je aan Fortuyn vragen eigenlijk. Hoe krijgt hij die dikke knoop in die das? Zullen we dat bij Live and Cooking doen zondag? Dat je gewoon hele goede dassen koopt. Dat zal ik tegen diegene zeggen. Ja. Frits Wester, de Partij van de Arbeid en de Joint Strike Fighter. Gisteren hadden we hier Ab Harrewijn, die zegt... ik denk toch dat de Partij van de Arbeid niet gaat voorstemmen. Wat gaat het voor consequenties hebben? Wat zeggen de wandelgangen aan jou? Nou, de spanning loopt wel op. Kijk, er zijn drie varianten. Of meedoen aan die ontwikkelingsfase... en ook nu zeggen, we kopen straks diezelfde vliegtuigen... Dan wel, nee, nu even niks doen. We kijken straks wel of we die dingen nodig hebben, hoeveel... en welke dan het leukste, het beste, het mooiste is, dat het hardste gaat. Dan wel, nu wel meedoen aan de ontwikkelingsfase. Dat is een soort compromis. En dan zeggen we, ja, halverwege stappen we daar misschien weer uit... en dan zien we het allemaal weer. Ja. Nou, dat is waar de Partij van de Arbeid op afkoerst. Vreselijk. Maar binnen de Partij van de Arbeid zijn er eigenlijk 4 mensen die zeggen... dubbel ja, dus nu meedoen aan de ontwikkelingsfase... en ook die dingen meteen bestellen. Daar zit Ab Melkert bij. Met nog 3. En wie zijn dat? Die andere 3 weten niet. Maar goed, 4. Maar het merendeel van de fractie heeft zoiets van eigenlijk niet. Kun je nu andere dingen doen. Volksgezondheid, onderwijs en dat soort zaken. Nou, de woordvoerder van de Partij van de Arbeid, Frans Timmermans... die zit er ongelooflijk tussen te schipperen. Probeert van alles, wordt onder ontzettend zware druk gezet. Is eigenlijk tegen zelf. Is zelf tegen en heeft een aantal argumenten voor. En wordt door Melkert onder behoorlijke druk gezet. En heeft een kleine kring laten weten in zijn fractie... als dit compromis niet wordt aanvaard en ik word alsnog gedwongen... door allerlei paniek rondom verkiezingen, rondom het NIOT-rapport dat volgende week komt... dan stop ik ermee. Dus hij wordt wederop vergeven? Ja, ik heb hem er gisteren zelf ook nog over gesproken en hij herkent dat ook wel. Hij heeft zelfs een kleine kring gezegd tegen mensen van... Ab Melkert heeft voor mij als mens en politicus afgedaan. Ja, echt waar? Ja. Waarom? Dat zegt hij. Naar aanleiding van de manier waarop hij onder druk wordt gezet nu... om dan toch mogelijk de lijn van Melkert te volgen. Nou, ik denk dat Melkert uiteindelijk niet door zal zetten. Het kan want dan niet na Van Gijssel. Kan geen tweede Van Gijssel gebruiken. Want dat zou betekenen dat mogelijk de nummer 19 van de lijst... 4 weken voor de verkiezingen, 5 weken, 6 weken... Maar meneer Fortuyn interrumpeerde net. Ja, die zei vreselijk, zei Wat was er aan de hand? Kijk, je doet het een of je doet het of je doet het niet. Ik heb een pragmatische reden om het nu niet te willen. En dat is heel simpel, omdat ik verwacht dat het volgende kabinet... geconfronteerd wordt met een financieringstekort. Inkomsten lopen terug, uitgaven lopen op. Dan denk ik, ja, laten we dat potje nou maar bewaren. Dat is een kwestie van prioriteiten. Maar het is een gok. Maar als je geen financieringstekort hebt, zou je het wel moeten proberen? Nou, als je veel geld hebt... Kijk, weet je, als het lukt, hè, zoals men dat graag zou zien... Dan heb je op een hele goedkope manier die straaljagers gekregen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En onze industrie is er waar het niet om gaat. Kijk, maar je kunt dat ook verliezen. Nou, als je veel geld hebt, kun je een gokje wagen, om het maar zo te zeggen. Frits, het ingewikkelde is, de industrie zegt, we willen dolgraag meedoen. We krijgen er nieuwe technologie van. Ja. En het risico dat de staat loopt,
als je tussentijds zou uitstappen, dat zou eerst op 300 miljoen liggen, euro. En dat is voor de Partij van de Arbeid wel acceptabel als dat terugloopt naar 100 miljoen. Nou, Salm zit nu ongelooflijk te rekenen, maar het zijn natuurlijk waanzinnige rekensommen. Maar je hebt het over rekensommen tot 2052. Ja, dan dus krijg je toch hoeveel kost die dingen ons? 80, 90 miljoen euro per stuk of zo. Maar 6 miljard euro. Dat hele gedeelde zaakje. 6, 7 miljard euro. Maar dan heb je ook wat, Jan. Kun je die niet dan heb je hetzelfde als wat je nu hebt. Met een paar knopjes meer. Nou, dat zou niet zo. Nee, wacht, die F-16's van nu, dat zijn goede vliegtuigen. Ben je echt voor, hè? Nee, ik ben daar tegen. We hoeven ze niet te gebruiken. Als het aan jou ligt, verslijten die F-16's nooit. Ik bedoel, ik lees gewoon wat de deskundigen erover zeggen. Nou, die deskundigen zeggen... En die F-16's zijn dan heel goed. Die kunnen nog 10 jaar mee. Ja, precies. Die gaan ook nog 10 jaar. Ja, nou, waarom zou je ze dan andere kopen? We vallen in herhalingen. Want die nieuwe vliegtuigen komen pas over 10 jaar. Als die dan is die technologie weer verouderd. Ja. Als je die van nu moet je daar aan meedoen. Frits Fortuyn, wat wou je zeggen? Nou, een belangrijk punt vind ik wel, maar ik ben geen deskundige op dit terrein. Dat is dat ook de vraag speelt of die dingen onbemand zouden kunnen zijn. Ja, dat is de toekomst. Ja, dus dan moet je deze niet kopen, maar de volgende. Ja, goed, maar de ene deskundige is dat met jou eens. Ja. En de andere deskundige spreekt dat weer tegen. Maar 8 miljard euro is me net iets te veel risico. En hij weet daar heel veel van, want hij was aanvaller voor. Ik ben het om andere redenen met je eens. Ik zeg van, we hebben nu we steven af over een financieringstekort en dan moet je dat gokje maar niet wagen. Oké, dat onderwerp afgesloten. Volgende week komt het NIOT rapport uit. Er zijn rapporten verschenen van het IKV. Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande. Ja, kortom, Notulen onthuld in wat vandaag. Gaat er woensdag gebeuren? We krijgen 6 morgens 3500 pagina's te lezen. Ik ben heel benieuwd, maar de spanning binnen het kabinet is heel groot. Dus heel lang gaat het steggen, geloof ik, binnen het kabinet over wie dat rapport in ontvangst moet nemen. Niemand wil er eigenlijk bij zijn. Luc Hermans, minister van Onderwijs, is formeel opdrachtgever. Dus die gaat het rapport nou aanpakken. Aanpakken. Maar het is... Wat lach je nou? Net zoals je dat zegt. Van, ik neem toch aan dat zij weten wat erin staat. Zullen hun reactie natuurlijk voorbereiden? Nee, ik heb zelf ook een rapportje uit moeten brengen. Een deel van de ministers weet wel ongeveer wat erin staat. Het zijn allemaal leesgroepjes van ambtenaren en zo. Vorige week zei Kok nog dat hij absoluut niks wist. Van de week zei in de Kamer dat hij wel een beetje wist wat erin stond. En gisteren stond de Volkskrant het Algemene Zaken. Dus zijn die het al heeft. Maar het is voor Kok oprecht een open wond. Omdat Kok... Dat meent die man echt heel oprecht. Ja. Zelf ook zoiets heeft. Dat merk ik heel sterk in die debatten gisteren ook. Van hoe hadden we met terugkijkend met de kennis van vandaag dingen kunnen doen? Hoe hadden we het allemaal kunnen voorkomen, dat enorme drama? Hij is ook de enige die politiek continu is, hè? Hij is een van de betrokkenen. En Pronk natuurlijk. Maar de anderen zijn allemaal weg. Pronk zat in het kabinet. Maar het sluit niet uit dat als dat rapport uitkomt, dat Jan Pronk binnen 2 weken aftreedt nog. Wat ik zo hoor in zijn omgeving, iedereen houden heel veel mensen rekening met dat Jan Pronk straks toch de consequentie trekt. En Kok? Nou ja, dan gaat het sneeuwballetje. Ik denk het uiteindelijk. Dat is een gigantische klap voor Kok. Als wat we gisteren ook zeiden. Als maar je ziet het aan hem. Aan het einde van 8 jaar regeren, waar alles toch op een gegeven moment goed liep. U zult zeggen, ogenschijnlijk goed liep. Maar goed, het valt hem ineens aan alle kanten uit handen. Nu komt het NIOT-rapport eraan. Nou, dat mondt natuurlijk uit in de parlementaire enquête nog een keertje. Kan hij straks als ex-premier in dat bankje komen. Overigens, die parlementaire enquête, dat is wel aardig. Die Tweede Kamer heeft natuurlijk ook... boter op het hoofd staat ook tot hier in de hele zaak. Ik zou het geweldig vinden als de Eerste Kamer, die ook het parlementaire enquête recht heeft, nu zou zeggen, wij doen die parlementaire enquête. De Eerste Kamer heeft die troepen niet uitgezonden, staat op een grotere afstand. Als de Eerste Kamer nou zou zeggen, Tweede Kamer, laat ons dat nou eens een keertje doen. Kan dat? Dat kan. Dat recht is er. Er is nog nooit gebruik van gemaakt. En in dit geval, waar de Tweede Kamer zo verweven is, wat krijg je straks? Stel dat Melkert en Dijkstal blijven na de verkiezingen. Moeten ze wel een beetje bijwinnen, maar stel dat ze blijven. Dan zijn dat 2 ex-ministers uit dat kabinet dat mede verantwoordelijk was. Zitten fractiewoordvoerders die mensen moeten... Ja, maar Frits, dat is toch partijpolitiek? Dus, wat maakt dat nou uit? Dat moet je dus voorkomen. Ja, maar net de Eerste Kamer, het zijn ook dezelfde partijen. Nee, waarom het zeggen dus wel? Even nog, u zat... Ik had een vraag aan hem, dat schoot me net te binnen. Van, bij het derde kabinet Lubbers zat u in een andere functie, was u de persman of de campagneleider van Elko Brinkman. Dat was niet, dat was wel best goed. Herken je nu parallellen tussen toen en nu? Ja,
En daarom is het ook heel nuttig dat ik toen in de binnenkamer heb kunnen kijken om die processen nou een beetje fatsoenlijk te kunnen duiden. Nee, daar zitten hele grote parallellen in. Ook hoe dat met Kok gaat. Kok die nu zijn hele kabinet in handen ziet vallen met Lubbers, was dat destijds precies hetzelfde. Wat bedoel je daarmee met die vraag? Ja, met dit verschil, overigens, dat Kok redelijk stabiel blijft. Dat kon je voor Lubbers toen niet zeggen. Ja, wat bedoel je met die vraag? Nou, omdat hij zo in die binnenkamer heeft kunnen kijken... Wat dan de parallellen en wat de verschillen zijn. Omdat ik dat natuurlijk interessant vind. En wat voor parallellen zie jij dan? Nou, ik zie de parallellen van desintegratie... maar inderdaad minder sterk dan onder Lubbers III plaatsvonden. Ja. En ik zie natuurlijk wel een parallel tussen Brinkman en Melkert. Alleen gaat Kok daar veel verstandiger mee onder Lubbers destijds. Maar Frits, nog heel even. Als jij zegt dat de Eerste Kamer misschien die enquêtecommissie moet gaan leiden... hoe hou je die mensen de hele dag wakker? Dat is bij enquêtes sowieso een probleem. Ik heb ook een paar keer 6 weken in die zaal gezeten in de Eerste Kamer om te kijken. Nee. Zijn er capabele mensen? In de Eerste Kamer zitten ook hele capabele mensen die dat heel goed zouden kunnen. Ik bedoel, dit is maar een idee wat van de week bij me opkwam. Ik denk, waarom wil de Tweede Kamer dat eigenlijk zelf? Dat zou je bij de Eerste Kamer nog maar even leggen. Wat verwacht u van het, of jij van het nieuwe rapport? Ik vind het zijn idee vind ik heel goed, want ik ben het er wel mee eens. Die Eerste Kamerleden hebben toch wat meer afstand, minder ook persoonlijke belangen bij de afloop van zo'n enquête. En als je dat door de Tweede Kamer laat doen... en inderdaad doen ook nog mensen die een rol hebben gespeeld in dat geheel... dat wordt allemaal wel erg moeilijk. Het moet consequenties hebben eventueel als er blijkt... dat de regering toch medeverantwoordelijk is... althans niet voorkomen. We kennen de inhoud van het rapport niet, maar als waar is... Je hebt al wat gelekt, dus die café-rapport, twee vandaag die notulen. Ja, maar goed, als waar is wat Mientjan Faber daarover zegt... nou ja, dan is het niet best. Want dan betekent het gewoon dat het belang van onze troepen... voorging boven de eventuele mogelijkheid om die mensen te redden. Waarin Kok dan weer wel natuurlijk gelijk heeft, dat kunnen we nu zeggen. Als je erin zit, zijn die dingen natuurlijk toch wat anders. Maar dat de politiek een grote verantwoordelijkheid draagt... dat wisten we ook zonder onderzoek van het NIOT wel. We gaan muziek maken uit onze tijd. Ja, 1961 werden de Bintangs opgericht. Ze hebben een nieuwe cd gemaakt... La Femme Sans Tête. En van die cd gaan zij spelen Heroes of Hype. A drink. Heroes! Heroes of Hype! Flesh, blood, skin and bone. Heroes of Hype! Yeah. Flesh, blood, skin and bone. We're heroes!
Goedenavond. Goedenavond, bureau BVD met de dagelijkse verkiezingspol. Frits. De Partij van de Arbeid. Mijn nieuws was al dat Jos van Kemen naar de minister van Staat wordt. Want zo gaat het in die partij blijkbaar. Tineke Netelenbos, nummer 6 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat blijkt nu? Zij is de grootste kandidaat om commissaris van de Koningin in Noord-Holland te worden. Waarom? Omdat ze lid is van de Partij van de Arbeid. Daarom gaat er 1 zetel af bij de Partij van de Arbeid. We hebben genoeg van die vriendjespolitiek. Maar we willen wel zeggen, als het niet wordt, Partij van de Arbeid, krijgen jullie er 5 bij in onze poll. Het CDA van hetzelfde laken een pak. Jaap Doop-Scheffer, door de eigen partij uitgerangeerd. En wat mag u nu worden? Commissaris van de Koningin in Overijssel. Waarom niet iemand die er al jaren woont? Nee, een Hagenaar. 1 eraf bij het CDA na 24. Gisteren hadden we weer aan tafel Ab Harrewijn. Hij staat maar nummer 11 op de lijst van GroenLinks. Hij heeft grote indruk op ons gemaakt. Zijn openhartigheid en zijn onzekerheid en zijn twijfel. Daarom krijgt GroenLinks er 1 bij. Dat hebben ze alleen te danken aan Ab Harrewijn. Zij gaan naar 13. En dan krijgt de SGP... Omdat ze twijfelen? Ab Harrewijn staat maar op 11. Ja. En die willen we wel in de Kamer, vond een prettige man gisteravond. Uitermate Lijst Fortuyn doen we niks aan, dat bepalen we maandag. Maar dan is ook voldoende. Ja, maar dat is, kan nog twijfelachtig zijn. Lijst Fortuyn gaan we maandag bepalen, de methode BVD. En de SGP, ik weet mijn god niet waarom, die krijgen er 1 zetel bij. Die gaan naar 2. Dat komt omdat er een halve restzetel over was. De zwevende kiezer heeft gezegd, als het meer dan 0,5 is, wordt het 1 zetel, vanuit die ene zetel. Dat is de methode BVD van vrijdag 2 april 2002. Tot maandag. Pim Fortuyn, er is een boek, dat is een beetje de basis van uw partijprogramma. Er is een website en voortdurend komen er dan weer leden van uw fractie... of nieuwe aanstaande fractie die zeggen... ja, maar dat heeft u wel zo gezegd, dat zegt u zelf ook... maar zo precies wordt het niet uitgewerkt. Ik geef een citaat van u uit 1996, wat wij een leuk citaat vinden... uit Elsevier over Willem-Alexander. De jonge man blijkt te dik, toont geen enkele discipline... jegens eigen lichaam en geest, beweegt zich ordinair... hijst te veel Heinekenbier en heeft geen koninklijke allure... Als symbool van de natie is hij daardoor ongeschikt om de koningin op te volgen. En u hebt ook altijd gezegd, na deze koningin moet er geen opvolging meer worden. Komen, dat past ook in uw idee van gekozen burgemeester, gekozen premier, gekozen commissaris van de koningin. Waarom zit u toch een beetje te marchanderen met dat idee? Eerst maar over dat citaat. Hè. Dat ging toen, wat was het? Olympische Spelen. Spelen. Nou, 2 dingen. Ten eerste blijkt achteraf dat de man ziek was. Dat wisten wij dus niet. En dat daar ook de dikte vandaan kwam. Ten tweede mag ik wel zeggen dat hij zich in die jaren daarop... totaal anders heeft ontwikkeld als in die periode. Nog slechter? Nee, beter. Dus als iemand zich goed ontwikkelt, hangt af of je voor of tegen de monarchie bent. Nee, dat gaat het nou even. Het gaat nou even over de persoon in kwestie. Dan de monarchie. Dus ik oordeel nu anders over die man dan 6 jaar geleden. Het is 1. Maar hij heeft toch een aantal verschrikkelijke blunders gemaakt naar aanleiding van zijn uitspraak over Argentinië, toen het er echt op aankwam. Hij is vriendelijk en aardig en het is ontzettend aardig, maar hij heeft daar nog een paar verschrikkelijke politieke blunders begaan die u het ook moet aanspreken. Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook dat daar een emotionele kwestie lag. Die ook niet behandeld is. Hè. Als ik kijk naar wat Kok goed gedaan heeft... hij heeft het goed geregisseerd, om het zo te zeggen. Heb ik ook gezegd in een van mijn columns. Was ik ook, geloof ik, nog... columnist van de Elsevier. Toen was je nog columnist. Wat ik weer niet consequent vond... is dat als jij op een gegeven moment redenering hebt... je mag de dochter niet aanrekenen wat de vader heeft gedaan. Ja. Nou, het is voor mij volstrekt duidelijk dat vader Zorrigueta... wat dan ook zijn persoonlijke aandeel is... maar politiek in ieder geval verantwoordelijk is voor wat er daar is gebeurd. Want als je minister bent, dan ben je dat. Ja. Nou, als je die redenering dus volgt... Hè, dus dat de vader... dat is een ander hoofdstuk als de dochter... dan had ik daar de consequentie uitgetrokken. Ja, dan mag die man ook wel bij dat huwelijk zijn. Maar wat is nu uw standpunt? Even over Willem-Alexander. En dan komt het over dat rapport Bout. Ja. Wat dan op verzoek van de overheid is gemaakt. En waar duidelijk aangetoond wordt hoe fout hij is. Sorry, en dan zegt dus... Willem-Alexander, het is maar een mening. Nou, ik moet u dus daar... Kijk, dat is politiek gezien niet handig. Maar als het nou om de inhoudelijke kant van de zaak gaat... zo'n geweldig rapport... is dat niet. We leren daar... Dat was vrij duidelijk. Gewoon een beetje spijt van die uitspraken over Alexander. Dat snap ik wel. Wij leren daarin. Je draait een beetje bij, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk dodelijk als je als politieke partijvoorzitter zegt... dat je tegen het Koningshuis bent. Luister nou, dat is heel simpel. Mijn standpunt over monarchie of republiek is niet veranderd. Ik ben zelfs nog lid van het gezelschap van Pierre Fink. Het Republikeins Genootschap. Ja, dat zou ik heel flauw vinden om dat niet te doen. En waarom bent u tegen de monarchie?
Ik vind het geen... ik zie liever een... en dan, dat heb ik ook uitgewerkt. We kunnen het ook oplossen door de premier te kiezen. En dan denk ik van, nou, dan kan die man ook... Ik zie graag het Amerikaanse bestel, om het maar zo te zeggen. Dus dat een volk kan kiezen op een president met een grote... Maar het is minder belangrijk geworden nu eventueel... de politiek echt actief in moet. Is bent u iets minder... Dat is toch ook logisch. Nee, 95, ja, dat vind ik wel. 95% van de Nederlandse bevolking die draagt die monarchie nou min of meer op handen. Die familie wil het. En ik zie een andere manier om toch te bereiken wat ik wil. Dat is namelijk de gekozen minister-president. Dat vind ik vele malen belangrijker. Als we dat weten te realiseren, dan is de politieke rol van het staatshoofd... Dat is vrijwel nul. Dus u wilt die politieke rol wel terugbrengen tot nul? Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat. Op die manier graag, ja. Die dag na de verkiezingen, dan ontvangt de koningin alle fractievoorzitters... die dan advies uit... Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat. Dat de heer Fortuyn daar binnenstapt. En wat zegt u dan? Als u zit u er nog? Op mijn stoel. op mijn stoel. Nou, naar gelang het tijdstip van de dag zeg ik goedemorgen of goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Ja, dat lijkt me logisch. En neemt u wat mee? Nee, maar wat adviseert u haar? Opstappen dan? Nee, natuurlijk niet. Je beweegt je toch als politicus binnen de constitutie. En je mag toch van mij verwachten dat ik, zolang die constitutie zo is... dat ik als politicus de constitutie loyaal uitvoer. Dat betekent ook dat u gewoon trouw zweert aan haar majesteit. Het is niet anders. Dus met twee vingers op de rug gekruist van... ik zeg het wel, maar ik bedoel toch iets anders. Nou, ik denk ten eerste, iedereen weet het. Zij weet het ook. Dat trouw weet ik ook dat zij het weet. Hoe weet u dat? Maar Joop den Uyl was ook een principieel aanhanger van de Republiek. Die man is minister-president. Maar dan staat u er straks in de Kamer voor de Kamervoorzitter, wie dat dan ook mogen zijn. Dan staat u daar trouw dus weer aan de grondwet... met alle artikelen die u eruit wilt hebben. En aan de majesteit met twee vingers gekruist op de rug. Maar ik meen er eigenlijk niks van. Wacht even. Nee, je maakt een fout. Die grondwet, precies. Dat was geen grondwetartikel. Maar dat is wel iets meer op ingaan. Want het was geen grondwetartikel. Ik wil het over iets veel principiëlers hebben. Dat is namelijk dat je in de politiek zit om wetten te maken... en ook om de grondwet te maken. Dus jij kunt heel goed trouw aan de grondwet zweren... en tegelijkertijd zeggen... ja, maar ik ben van mening dat die grondwet op die en die punten moet worden veranderd. Daar is niks mee mis. Okay, daar is de politiek ook voor. Even een ander onderwerp. Op 13 maart 2002 schreef het Algemeen Dagblad ineens... telegraaf op de knieën voor Pim Fortuyn. Op 9 maart, na een uitzending van Business Class van Harry Mens... zouden twee journalisten van de Telegraaf naar u toe zijn gekomen... om u excuses te maken. Is dat zo? Nee, dat is helemaal niet waar. Het was... Kijk, dat is wel waar, dat is... Nee, ja, omdat het in de krant... Nee, helemaal heel even. Kijk, u heeft... Dan is er een hoop waar. Wacht even, u heeft gezegd, de Telegraaf, toen hij hier was in december... Telegraaf en ik zijn geen goede vrienden, want zij proberen mij te pakken. Ja. Wat schetst onze verbazing? Het is zelfs nog het nieuws van Jan geweest. U verscheen ineens met die twee schattige hondjes van u op de voorpagina aan het strand... in volle glorie. Ik vond dat die honden los hadden moeten lopen. Een antwoord. Dat heb ik gehoord. Daar heb ik veel meer zetels mee gehoord. Oké, een antwoord. Dat is niet mijn manier van politiek. Een antwoord. Nou, het antwoord is heel simpel. Die verhouding van mij met de Telegraaf is verstoord met de parlementaire redactie. Ik ben altijd heel goed behandeld door het Economisch Katern. Ja. En ook door het Stan Huygens journaal in een aantal columns. Maar de parlementaire redactie, dat is van stonden af aan fout gegaan. En dat heeft te maken met de adjunct hoofdredacteur die mij niet moet. Dat is meneer Lunshof. Waarom moet u niet? Nou, die vindt mij een gevaar voor het land. Die schrijft ook dat boek, dat is warrig. Dat mag je schrijven. Hij vindt dus dat ik een gevaar ben voor het land... en dat hij zijn lezer daarvoor moet waarschuwen. Ik vond dat hij daarin te ver ging. Maar nou, en ik vroeg daarin hij terug. Is maar één deel van de parlementaire redactie. Hij is de columnist. Hij is ook adjunct hoofdredacteur. Hij is mede-hoofdredacteur. Maar twee verslaggevers zouden naar u toe zeggen komen... Nou, kijk, wat er natuurlijk wel zo was... kijk, zij kunnen knokken, ik ook. Ja. Nou, en dat heb ik dus ook gedaan. Maar op een gegeven moment zijn ze wel bij mij op visite gekomen... met van, ja, kunnen we de verhoudingen niet een beetje normaliseren? Nou, toen heb ik meteen gezegd, natuurlijk. Nou. Waarom is hij een gevaar voor het land? Nee, maar dus, dan gaat het nu. Dus ze zijn wel naar u toegekomen te vragen... Moet je Lunshof leven. Ja, nou, wat zegt hij dan over jou? Ze zijn wel naar u toegekomen te vragen, kunnen we de verhoudingen normaliseren? Ja. Nou, Want eerst zeiden we, het is niet waar wat hier staat. Nee, maar ze hebben geen excuses aangeboden. Zo gaat dat allemaal niet. Maar het was wel opvallend dat u in
ineens met die twee putbulls aan het strand stond. Toen zei u ook wel, nou doe dat dan ook maar. Nee, van ze zei, mogen we van u een foto maken? Ik zeg, nou, ik weet wel wat leuks op het strand. Nou, oh, ja. Maar daar zaten we. Ja. Ja. En wat wou jij vragen, nou, waarom bent u een gevaar voor het land? Nou, ik zou het niet weten. Ja, ik heb ik lees al die stukjes van Luns of niet. Maar wat vond hij, waarom vond hij dat? Ja, kijk, zoals ik het analyseer, van wat ik doe, dat is het verstoren van de gevestigde orde. Nou, dan krijg je op je kop. Dus ik ben niet zo verbaasd daarover. Ja, maar een beetje gespecificeerd. Jan, ik heb hier wel wat punten voor je. Ik heb hier Lunshof. Wacht even. Bij een partijprogramma wordt traditiegenomen financieel onderbouwing. Nee, niet zo even. Bij Fortuyn. Die laat niet zien. Dat zijn programma tot grote werkeloosheid leidt. Veel mensen die in de bureaucratie werken zijn nu helemaal niet direct om te scholen. Lijkt hem niet te deren dat het programma regelmatig asociale vertrekken vertoont. Fortuyn zit er niet mee. Wie niet horen wil, moet voelen. Dat schrijft Lunshof. Ja, dat schrijft hij, maar dat is toch een mening. Nee, maar Jan vraagt... Ja, maar dat mag ook dan getoond. Het mag is ik zo vrij zijn staat om daar verder direct op door te gaan? En dan hebben we ook nog een aantal andere zaken te bespreken. Ja, ik ook. Want, jij ook zeker. Ja. Nou, over een minuutje terug. Tot zo. This far to what you hear and who you are. Every time I look, you're never there. And every time I sleep, you're always there. 'Cause you're goed nooit goed genoeg. Daarom vertrouwt het BMW Williams F1-team op het Compaq Evo N600C notebook met mobiele Intel Pentium 3 processor M. Om ter plekke aanpassingen te maken die kostbare seconden besparen. Want wie hier wil winnen, kan nooit tevreden zijn. En wat kan Compaq voor uw business betekenen? Allison en David verwachten een tweeling. Een Siamese tweeling. Ze zijn er heilig van overtuigd dat het goed komt. We хотели вообще не родиться. It's what you make of what you have. I am attached to another person because the two eggs did not separate. De waarheid is anders. She still believes that there's going to be a way to separate them. And that's not a possibility. Samen het geheime leven van een Siamese tweeling. Zondagavond 22:55. Psst. Wakker worden! Hallo! Zijn jullie er nog? Ja, over transparantie in de politiek gesproken met Pim Fortuyn. Wie financiert uw campagne? Want u bent in tegenstelling tot de gevestigde partijen... krijgt u daar geen geld voor van de overheid? Nee. Wie financiert u allemaal? Nou, we hebben wat aan sponsors. Ik heb niet veel geld. Overigens, dat is een misvatting, hè? Dat geld dat partijen krijgen, mogen ze niet voor campagneactiviteiten gebruiken. Dat is voor wetenschappelijk instituut en andere dingen. Er zijn best partijen die er trucs mee halen. Maar al dat geld wat ze van de overheid krijgen, mag niet voor campagnes gebruikt worden. Daar is de Rijksaccountant zeer streng op. Mag ik hoor de Dijkstal zeggen dat hij dat niet met jou eens is, hoor? Nee, dat mag niet voor campagnes gebruikt worden. Okay. Goed, maar wie financiert u? Even openheid. Nou, ik heb bijdrage in natuurlijk een kantoor ter beschikking gekregen. Ja. Nou, veel mensen die het om niet doen. Nou, en dan hebben we een aantal mensen. Ja, ik zit nou eenmaal goed in het netwerk van onroerend goed. Ja. Die ons wat geld. Maar ik weet het niet precies, want we hebben een stichting. Maar dat gaat in euro's om een aantal tonnen. Maar zoals de Fem de Week heeft daar een artikel over geschreven. Ed Maasvoort, de directeur grote lander van een beursfonds VHS. Peter Langendam, Eddie de Kroes. John Dost. Dat klopt Chris ongeveer Thuzen. Wat er staat? Nee, dat zijn de grote sponsors? Dat klopt niet. Want een paar zouden dat gewoon niet eens op dit moment kunnen betalen. Dus dan moet ik al om lachen. Maar er zitten wel een paar namen tussen die klopt. En betaalt Harry Mens u ook? Uw campagne? Nee. Helemaal heeft niet? Bij Leefbaar Nederland wel gedaan, maar hij is daar zijn geld kwijt. Maar niet even onder de tafel ook zo? Nee. Maar hij doet niet mee aan uw duidelijke campagne? Nee. Komt er nog geld tekort?
Dus moet meneer langer dan... Ja, we zijn nog wel wat bezig, maar wij doen het op een andere manier nu. Goed, het scannen. Het scannen. Ik was met die harrewijn gisteren. Ja. Ja. Pim, nee. Nee, wou je nog iets toevoegen? Dat groot probleem. Ja, dat is straks gewoon... We moeten zo weg. En dat is over die problemen... Die lunchen of zo zeggen. Ja, dat is een gevaar en het sociaal. Dat klopt allemaal niks van. Het grote probleem in Rotterdam schijnt te zijn... dat scannen van die... containers in Rotterdam. Ja. Bedoel maar, dat schijnt dus Rotterdam om zeep te helpen als haven. Dit is zo. Kijk, ik heb me natuurlijk ook laten informeren door deskundigen. Die zeggen dat kun je dus doen met computerprogramma's. Hè? En dat gaat heel snel. Zoals dat gaat bijvoorbeeld als jij een tolweg oprijdt in Italië of in Frankrijk. Nou, dat kan in de procedure zo worden opgenomen. Moet je wel wat in investeren. Maar ja, we gooien ook 260 miljoen gulden maar weg. Maar als je financiële kennis van deze regering vraagt, dan zeggen ze dat het plan kost minimaal 2 miljard euro. Ja, natuurlijk hebben zij toch alle belang bij om dat te overdrijven. Ik heb een gedeelde financiering voorgesteld. Hè? Dus een bijdrage van de gebruikers, hè? Dus de expediteurs. Dat verrekenen in de prijzen. En een bijdrage van de overheid. En wat kost het dan volgens de berekening van de lijst Pim Fortuyn? Dat weet ik niet, want dat is nou juist wat luister. Oh. Ik doe voorstellen. Ik heb ze bovendien allemaal alleen moeten doen. Ik heb niemand. Waarvan ik zeg, van, nou gaan we na 15 mei bekijken of dat een goed idee is. Ja, dat is wat Lunshof zegt, de financiële onderbouwing van die vele plannen. Ja, dat zegt die Lunshof allemaal zijn makker. Wat kan mij heb je ooit gezien die financiële onderbouwing van al die partijprogramma's? Wat komt er van terecht? De hoofdredacteur van het AD schrijft daarover. Ja, gaat het om een regeerakkoord? In een geheime brief? In een geheime brief aan al zijn redacteuren. Fortuyn levert geen financiële onderbouwing, maar zegt wel dat zal hem volledig aanvaarden. Precies. En hij zegt dat geen geld naar zorg en onderwijs mag gaan als beide sectoren niet eerst ingrijpend veranderen. Ja. Nou, blablabla. Gegeven het feit dat de financiële paragraaf van de publieke partijprogramma's en de andere op los zand zijn gebouwd, lijkt ons dat geen groot punt van kritiek. Bent u nou blij met zo'n brief van hoofdredacteur van het AD die eigenlijk zegt, jongens, steun Fortuyn? Nou, waar ik blij mee ben, is dat die... want ik heb die brief natuurlijk ook gezien, maar ik kon daar natuurlijk niet. Hoe heb je hem gezien, die brief? Ja, dat circuleert in een circuit. Dus ja, dat komt een keer op je bureau terecht. Ik zit in een heel ander circuit, hoor. Ja, waarom hebben wij dat niet? Het is gewoon een openbare brief. Echt uit een ander circuit. Ja, kennelijk. Dus ik heb die brief gezien tussen de stukken op een gegeven moment een keer. En dan lees je dat zo. Nou, waar was ik wel blij mee dat hij zijn mensen zegt... nou, je moet gewoon normaal rapporteren over die... We moeten ermee ophouden. Ga mee. Ik kan niet met jullie... Waarom niet? Waarom niet? Wij zitten in een ander circuit. Nee hoor, dat zien wij ook. Meneer Van Rijn, waar zit u morgen voor de... Kun je niet meer vertonen in mijn café? Waar bent u morgen te zien? Nou, dat is wel moeilijk geworden, ja. In Amsterdam wel. Waar bent u morgen te zien? Morgen niet. Maar morgen hebben we wel opname voor Harry Mens. Business class. En zondag? Zondag is dat, ja. En niet bij Buitenland Zondag. Nee. Maar wel 27 april in de reclame tussen de South Mix Show. We zijn eruit, hoor. Ik zeg niet nee. En ik heb ook geen ja gezegd. Okay. Maandag komt hier de minister van Ontwikkelingssamenwerking, onder andere Evelien Herfkens. Zij gaat in het weekend naar Afghanistan en komt daarover vertellen. Typico Orientaal hebben we ook. En we hebben... Ja, dat mag ik nog niet zeggen. Nee, zeg het dan ook niet. Nee, tot maandag, 10:30. Meneer Fortuyn, hartelijk dank. Meneer Wester. Inderdaad, dat lijkt me een zwaar leven, hè? Man kan geen ik kan niet meer op straat lopen. Ik bedoel, tanken is al heel moeilijk geworden voor mij. Waarom staat er een politieauto? Ja, dat vind ik vrij, maar goed. Maar dan hebben we hadden het een uur lang over de WO, had jij gezegd. Je had je er helemaal in verdiept. Ja. Wat het betekent voor jou als wij over een paar maanden zeggen... Jan, het kan niet meer verder met jou. We danken de collega's van het... Toch vond ik het een leuke, gezellige talkshow. Daar gaat niks van af. Maar die WO is... Luister even, het nieuws moet erin. 5 minuten te laat, sorry, maar bedankt. Het RTL Nieuws nu. Ja. Gaan we nu naartoe. En straks in het RTL Nieuws, Fortuyn zakt weer in de peilingen. En een uitputtende race, ruim 2 dagen afzien te voet, per kano, per fiets en te paard. Tot zo.